Yo mensen, welkom bij vandaag weer een nieuw Flimpy. Vandaag heb ik weer een raceervaring op het programma staan. Dit was namelijk een koers waarin ik heel slim heb moeten rijden om er überhaupt een tijd bij te blijven. Ik ben namelijk heel erg moe. Al een hele week. Heel veel stress met school en zo. En ja, ik heb gewoon geen energie meer. En dit merkte ik ook tijdens de koers. Normaal kan ik een paar keer iets proberen en gewoon wat energie verspillen. Maar nu heb ik gewoon geen energie. Dus ik kan helemaal niks doen. Alles wat ik kon doen is opschuiven zonder kracht te verspillen. En plaatsen verspillen wanneer ik kracht moest zetten. Dat was een beetje mijn motto. En ja, het is gewoon niet aan mij om iets te doen deze race. Dat had ik in mijn hoofd. En zo heb ik ook gereden. En dat ging een hele tijd goed. We zijn nu een paar rondes bezig. En hier, dit is een klassiek voorbeeld van geen energie verspillen. Ik zie dat die gast van Flaké hier voor me gewoon wat probeert om ertussen te komen. En ik denk, nou ja, kom er maar tussen, vriend. Dit bedoel ik, hier kan ik dan alweer rustig opschuiven. Ik zie het valt stil en er rijden een paar jongens weg. Dus ik rijd helemaal naar voren. En het gaat gewoon helemaal prima eigenlijk nog. Ik kan makkelijk naar voren schuiven. Het kost me geen kracht. En dit is precies waar ik het dan over heb. Hè. Gewoon zo, wanneer het stilvalt. Gewoon die paar extra plekken goed maken. Kost geen energie. Is makkelijk om te doen. En uiteindelijk kan je het langer volhouden. Terwijl je minder energie hebt verspild. Hier zo voelde ik me dan weer wat moeier worden. En denk ik van, nou, ja, weet je, ik ga hier gewoon niet het wiel houden. En ik laat er gewoon een paar tussen komen. Hou even mijn benen stil. En ik voeg weer in achter die gast van de mol. Hier zit ik in het wiel van mijn maatje Jos. Hij rijdt bij Avanti, een club in Alphen aan de Rijn. En ik zie dat hij weg wil. En ik denk zo van, nou ja, ik ga dat niet achtervolgen. En Jos is een vriend van me. Dus ik denk, nou ja, ik laat hem even gewoon wegrijden. En ja, uiteindelijk bleef het peloton nog even in mijn wiel. En wanneer ze er overheen komen, heeft Jos al een gat. En uiteindelijk rijdt Jos gewoon zo naar de kopgroep toe. Jammer genoeg voor hem is de kopgroep weer ingelopen na, nou, een ronde nadat hij er naartoe is gereden ongeveer. Hier zo is het peloton dus stilgevallen. En dat zijn de momenten waar ik gebruik van moet maken. Ik rijd gewoon rustig een klein beetje naar voren. Zoek gaatjes. En als ik denk van, oeh, dit gaatje is net te klein, dan probeer ik alsnog doorheen te gaan. En als ik echt merk dat het klein is, dan ga ik weer terug. Maar meestal kan ik er gewoon doorheen. En ja, dat is gewoon ideaal om op te schuiven. Dit is echt een beetje een dikke move die ik heb gedaan. Maar dat is op zich wel slim. Want ik zag die jongen van de mol. Die was net ook al bij me en die probeerde op te schuiven. Alleen ik zie hem terugzakken, dus hij kon geen plaats vinden. En ik ben zo van, nou, kom er maar tussen, jongen. Dan hoef ik hier eventjes geen kracht te zetten. En hij moet dus kracht zetten om daar dat gaatje op te vullen. En dat doet hij ook. En vervolgens in die bocht rijd ik hem aan de buitenkant voorbij. Ja, dat vind ik op zich gewoon wel slim gedaan van mezelf. Dit is echt een buitenkansje. Ik zag dat het helemaal stil viel en ik was een beetje aan het kijken. En ik zat toch een klein beetje vast in het midden. Alleen ik zorgde er toch voor dat ik wat meer naar de buitenkant kwam. En dat ging helemaal goed. En ik kan gewoon heel makkelijk gewoon, zonder dat ik echt bij hoef te trappen, kan ik gewoon makkelijk helemaal naar voren rijden. Ik doe gewoon niks met mijn remmen. En ja, ik kom zo naar voren toe. En dat is gewoon ideaal natuurlijk om, als je geen energie hebt, naar voren te rijden. Ik ben wel heel erg moe ondertussen. Ik heb overal pijn. Mijn rug, alles doet pijn eigenlijk gewoon. Ook mijn voeten. En het is echt heel vervelend. En je ziet het ook op dit klimmetje. Ik laat allemaal posities wegvallen. Maar ja, positie ruilen voor wattage. Dat werkt wel. Hier zit ik gewoon goed. En ja, opeens gaat diegene naast me. Die heeft het heel koud. En die begint met zijn hand te slaan. En hij slaat tegen mijn stuur aan. En ja, ik heb gelukkig een aardige techniek. En controle over mijn fiets. En kan hem onder controle houden. Maar hij komt nog wel zijn excuses aanbieden gelukkig. En ja, daar was ik wel blij mee op zich. Hier zie je het weer, hè. Gewoon alle posities omruilen voor wattage. En ik kom weer naast diegene te zitten die mij net heeft geslagen. En dit was in dezelfde ronde. Dus ik heb gewoon allerlei posities opgeschoven. En kan nu gewoon zonder energie te verspillen, zak ik weer rustig terug naar hem. Hier zo word ik even gesandwiched en let op mijn linkerhand. Nou ja, je ziet die vent dus kijken en hij is zo van, oh, oké, jij zit daar. Dus hij gaat wat meer naar de linkerkant. Want hij kwam steeds dichter bij me en ik voelde gewoon al dat ik bijna tegen hem aan zat. Dus ik denk, ik doe heel even laten weten en doe dat in een wedstrijd, want als je dat niet doet en je wordt gesandwiched en je slaat over de kop, ja, dan ben je echt een beetje de lul, want dan val jij en neem je heel veel mensen mee. Ja, dat moet je dus gewoon niet hebben. Hier zo is het helemaal klaar, mensen. Ik ben rillerig, ik kan mijn fiets niet meer normaal recht houden. Ik heb kramp tot achter mijn oren, ik voel me
Mijn hartslag op dat moment is boven de 200. En dat heb ik echt amper. Mijn maximale hartslag deze wedstrijd was 216. En het ging helemaal niet hard. Nou mensen, dat is deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende. Joejoe!